De beveiliging van personeel en TBS-klinieken moet beter. De twee gebeurtenissen in Royse Wissel en Van Rij waren aanleiding voor nieuwe maatregelen. De algemene veiligheidsregels in een TBS-kliniek, gebouwelijk zijn daar hele strakke afspraken over en worden daar heel veel eisen aan gesteld. Hoe wij verder in de kliniek daarmee omgaan, zijn veel minder algemene regels en algemene eisen gesteld. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat geëist dat op beveiligingsniveau 4 en een FPC, een TBS-kliniek, is beveiligingsniveau 4, dat dan alle medewerkers een alarmsysteem op het lijf dragen. Dat zijn een van de eisen die je landelijk gesteld worden. Deze eisen hebben jullie ook gehanteerd. Toch is het fout gegaan. Naar aanleiding daarvan hebben jullie maatregelen genomen. Kunt u eens vertellen wat er gedaan is? Ja, de pagers die wij gebruiken, pagers, piepers, zeggen ze ook wel eens. Daar hebben vele klinieken voor gekozen, maar het is geen algemene eis dat je deze pagers gebruikt. De pagers die wij gebruiken, die zitten met een clip vast aan je broek. Dit zijn onze pagers en voorheen werden die zo aan de broek gedaan of zo aan de broek vastgeklipt. Nu zitten daar allemaal koordjes, zijn daaraan bevestigd. En is de bedoeling dat de medewerkers dit vastmaken aan een riem of aan een lusje van de broek en bevestigen dit zo. Nou is het zo, jullie hanteren dit sinds een aantal maanden, zegt u wel. Ja. Werkt het ook? Voelt het personeel zich ook veiliger? Ons personeel bevestigt het allemaal op deze manier. Werkt het ook? Als je hier goed over nadenkt, dan besef je dat het zo vaster zit en dat het moet helpend zijn. En ik kan nu niet zeggen dat er nog pogingen zijn gedaan om deze dingen van iemand af te pakken. Dus dat kan ik niet. Maar het ligt voor de hand. Het zit nu vast. En buiten deze maatregelen om, is er nog meer ondernomen? Ja, zoals we hebben afgesproken dat in de avonduren en in de gedurende de weekenden medewerkers op bepaalde plaatsen op het terrein waar verder geen verkeer is, waar verder geen mensen lopen, dat medewerkers daar niet meer alleen met patiënten gaan lopen. Hebben jullie deze maatregelen uit eigen initiatief ondernomen? Ja, we hebben wel samen met het ministerie gekeken van wat is nu de beste mogelijkheid, de beste oplossing voor onze piepers. En of dit de ideale oplossing is, daar zijn we nog niet uit. Maar dit is in elk geval voor nu een hele goede oplossing. Maar we zijn nog samen aan het kijken of er alternatieven zijn.